Reinoud en Martijn. Ah, hoi. Hey Jan, Reinoud. Jan, Reinoud. En Martijn. Martijn. Dus jullie hebben een hobby? We hebben een hobby. Nou, laat maar eens zien. Ja, kom maar binnen. Ja, wat gaan we doen? Ik weet niet of je er wat van gehoord hebt, van magneetvissen. Sorry? Magneetvissen. Nee. Dat is vissen met een hele sterke magnetaanmagneet. Dat zijn deze magneten. En je hebt een trekkracht van 300 kilo. Dit kan 300 kilo dragen? Ja. Dan doe je een touwtje aan, of touw, sterk touw. En die gooi je dan in het water en haal je magneet weer binnen. En dan haal je allemaal bijzondere voorwerpen naar boven. Ik heb zelf een keer een jachtgeweer omhoog gevist. Je kunt wapens uit de Tweede Wereldoorlog vinden. Munten, kluizen. Dat vind je dan zo in de kluis. Dat is dan een kluis geweest waar de politie al achteraan heeft gezeten. En die jongens hebben gedacht van, er wordt tijd. We gooien het snel in het water. Ja, en dan vangen wij ze als magneetvissers, halen die vondst weer boven water. Nou, oud samurai zwaard. Ik heb voor gewoon vissen heb ik geen geduld. Dan zit je te wachten aan de waterkant tot je hengel gaat bewegen. Nou, dat is niks voor mij, maar dit is iets meer actie. Je weet nooit wat er naar boven komt. Oh. Ik wil het in actie zien. Ja, dan gaan we toch. Dan gaan we er vandoor. Gaan we proberen. Oké. Okay. Wow. Gaan we niet meer vandaan. Graag sportschool, Jan. Is het oké als je gewoon daar blijft hangen? Het is ook belangrijk, Jan, dat je wel het uiteinde straks vasthoudt van het touw. Ja, ja. Okay, mooi zo. Uiteinde vast. Ja, dan gaan we maar eens proberen. Sorry. Okay, well, here goes nothing. Nou, ook echt letterlijk niks. Je moet geduld voor hebben, hè, deze hobby. Ja, dat wel. Het is niet dat je gelijk van alles vangt aan kluizen. Nou, ik heb weet. Nou, nu is het afwachten. Oh, dit is wel spannend. Nu voel ik hem wel echt. Ik heb een zwarte stok. Oh, je hebt een mooie cent verdiend vandaag. Sorry? Ik heb een paar cent meer beurt. Kabels. Ik ben heel nieuwsgierig. Als ik het met oud ijzer inlever? Ja. Hoeveel geef jij ervoor? Ik weet. Ja, 5 cent. Vind je veel. Ja, die kan in de spaarpot. Nee, nog niks. Waarom vind jij het toch om te doen? Even gewoon uit het normale leven. Gewoon even ontspannen met een magneet gaan gooien. Het is wel, het weegt wel wat, toch? Wat is dat dan? Kijk! Een kaas. Dit zijn de schatten, jongen. Wat zijn dit? Wat is dit? Daar kun je een kaas op zetten, op het puntje. Nou, op bij de buiten maar. Nou, jongens. Uurtje vissen. 2 blinkers, 10 cent en de kandelaar. Ja, nog een uurtje door en je hebt een kluis, zou je zeggen, toch? Ja. Nou, ik denk wel dat ik mee mocht doen vandaag. Ja, nee, het was leuk dat je er was. Ja. Tof. Weer een hobby. Ja, ik vond een keer oude kleding aandoen. Helemaal goed, jongen.